diezelfde reis ook Neuengamme bezocht. Daar was ik dus al geweest alleen. Maar samen met hem om aan zijn, letterlijk aan zijn hand over het kampterrein te lopen, de appelplaats. De plek waar mensen werden opgehangen, vermoord. De plek waar gematteld werd. De plek waar ze sliepen. Waarin iemand dat zelf vertelt aan je. Nou, dat is heel erg indringend. En ik heb toen ook, ik had het manuscript al deels klaar. En ik heb toen hele stukken opnieuw geschreven. Omdat je zoveel extra informatie krijgt. Wim Alonserij, de hoofdpersoon van dit boek, heeft in 3 concentratiekampen gezeten. En op de Kap Arkona. En dat was een luxe cruiseschip. Dat schip is gebombardeerd aan het einde van de oorlog. Dat heeft hij allemaal overleefd. En op 94-jarige leeftijd doet hij zijn verhaal. En dat is eigenlijk voor het eerst dat hij volledig, inclusief alle details, vertelt wat er is gebeurd. Daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Daar heb ik gepoogd om het in een kader te zetten. Om allerlei randzaken die bepalen waarom hij dat heeft overleefd en waarom hij het gered heeft, om die mee te nemen in het boek. En dat is een heel waardevol oorlogsdocument geworden. U heeft zelfs met de meneer alle concentratiekampen bezocht. Ja. Word je daar zelf ook emotioneel bij betrokken? Ja en nee. Op het moment dat je daar bent en iemand neemt jou letterlijk aan de arm mee en laat zien, daar zijn mensen vermoord. Daar moesten we 's nachts slapen. Daar werden we gemarteld. Ja, dan doet dat wat. Dat doet wat met ieder mens. Zeker als iemand van 94 die het zelf heeft meegemaakt, dat aan jou vertelt. Ja. Tegelijkertijd, op diezelfde avond dat wij in dat concentratiekamp Neuengamme waren, hebben in de bar gezeten, een paar biertjes gedronken en was Wim Alonserij moppen aan het tappen. Dus het was iemand met een hele warme persoonlijkheid, waardoor het ook als schrijver, auteur en onderzoeker van zo'n boek toch mogelijk was om de balans te vinden. De eerste keer dat een boek van mij vertaald wordt, in dit geval zelfs in 7 talen. Volgende maand, eind oktober, de 28e, komt het boek in Engeland en de gemene best op de markt. En de gemene best betekent ook in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Kenia, nou, you name it. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het gaat in 2022 ook verschijnen in Amerika, Frankrijk, Italië, Slovenië, Roemenië en Hongarije. Ja, dat is een grote afzetmarkt. Ja, dat is natuurlijk mooi om het verhaal van Wim, want uiteindelijk draait het daar om. Ja. Om zijn verhaal, zijn ervaringen, om dat met de wereld te delen. Dat verdient hij, dat verdient dit verhaal. Ja. En uiteindelijk ben ik blij dat het zo wordt ervaren. Nadat het boek De Laatste Getuige uit was, 2 weken daarna, is Wim Alonserij helaas overleden. Maar zijn familie is zeer betrokken en ik informeer hun ook telkens. Ze vinden het ook prachtig dat hun vader toch op deze manier voortleeft. Don't mind the raindrops, wait till the rain stops. Smile through your fears, laughing at life. No road is lonely if you will only. Nu hebben wij de coronaperiode achter de rug. Hoe is die periode voor u geweest? Nou, die is heel goed verlopen. Mijn vrouw heeft mij flink aan het werk gezet. Ik moest al jaren de vliering opruimen. En er was nou mooi tijd voor. Er staan heel veel dingen, onder andere van 20 jaar jazz at the Beep, staan daar arrangementen voor diverse bands. En dan 4 concerten per jaar, dat was ongelooflijk. Maar het is heel handig om dan later nog weer dingen te gebruiken ook. En ik heb de tijd dus goed besteed. U heeft ook nieuwe stukken gecomponeerd, hè? Ja, ik heb een jazz-symfonie geschreven. Dat wil zeggen, er zijn een paar stukken die zijn onderling verwant. Die hebben dezelfde structuur qua akkoorden en melodie ook voor een deel. En dit is in navolging van Duke Ellington, want die heeft nou alle vormen die je kunt bedenken. Suites, dus dat zijn een serie composities over hetzelfde onderwerp. Ik heb dat later ook gedaan met Almelo. Ik heb een Almelo-suite uitgebracht ook op LP, die is er nog steeds. En daar ben ik altijd mee doorgegaan. Maar dus in dit geval de jazz-symfonie. En die gaan wij opnemen op 7 november. Dan komt er een geluidstechnicus en die is iemand uit Staphorst, Johnny Hulst. En die heeft hele goede oren. Dat is mooi meegenomen, toch? Dat is mooi meegenomen, ja. L is for the way you look.
at me. And O is for the only one I see. And V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. U had vandaag iemand bij u die u eigenlijk helpt met het conservatorium op jazzgebied, hè? Ja, in zekere zin is het hier begonnen omdat een vrijwilligster, dat was Monique Heidstra, die zei tegen mij, ik ken een meisje wat heel graag jazz wil zingen, kun jij haar helpen? Ik zeg, laat haar maar komen met haar vader. Ze kwam bij de piano en ik zei, dan speel ik een paar tonen, moet je dat even nazingen? En ik wist al, na een minuut genoeg, ik dacht, die heeft talent. Toen heb ik haar kennis laten maken met Bessie Smith. Dat is een van de eerste blueszangeressen. En daarna Billie Holiday. Ella Fitzgerald. Nou weet je, daar kun je je leven lang mee vooruit. Dat is ze. We zijn hier op het vlot, zo noemen we dat, van de roeivereniging Amicus aan het Wendelgoor. Het mooie Wendelgoor hier in Almelo. Amicus is een roeivereniging die bestaat vanaf 1987. Toen werd hij opgericht door een stel fanaten op het punt van de roeisport. En sindsdien zijn we eigenlijk hier gevestigd. Zoals je ziet is Amicus gelegen aan een prachtige plek, het Wendelgoor. We hebben het mooiste roeiwater van Nederland samengesteld. We hebben jeugdleden, we hebben oudere leden. En uit alle hoeken en gaten van Almelo, maar ook uit Wierden en andere plekken in de regio komen leden bij ons roeien. Amicus heeft een kleine, maar gezellige groep jeugdleden. De jeugd leert bij ons spelende wijze roeien en sturen in verschillend materiaal. Met hun natuurlijk balansgevoel leren zij over het algemeen al vlot roeien in een eenpersoonskif. We hebben een heel breed assortiment aan boten, dus je kunt ook als beginnende roeier hier prima terecht. Waarbij we dus boten hebben die een stuk breder zijn, waarin je het ijs eigenlijk heel goed kunt leren. En deze boten die gebruiken we ook voor onze toertochten, want je kunt hierin met z'n tweeën sturen. En waardoor je dus om het half uur de stuurlieden en de roeiers kunt wisselen, waardoor je het heel lang vol kunt houden. En dat maakt het een stuk gezelliger om te roeien. Jeugdleden die de mogelijkheden en capaciteiten hebben om door te willen groeien in de sport, kunnen die mogelijkheid bij ons ook krijgen. Zo zijn de zusjes Veldhuis ook ooit bij ons begonnen en zij doen nu mee in de nationale top. Alle jeugdleden mogen bij ons ook deelnemen aan toertochten voor volwassenen. En we organiseren met enige regelmaat ook leuke activiteiten voor de jeugd om het groepsgevoel te versterken. Dus, hou je van sporten in de buitenlucht en geniet je van een waterrijke omgeving, ben je bij ons aan het goede adres. Ja, we hebben vanavond met hun gediscussieerd. Ze hebben al jarenlang verkeersoverlast in de straat en ze willen daar graag een oplossing voor. Wij zijn bezig voor het centrum te kijken of we camera's kunnen toepassen rondom een kentwinkelgebied. En dat zouden we eventueel kunnen uitbreiden naar een Hofkampstraat. En daar hebben we deze avond voor aan besteed om te kijken of daar draagvlak voor is. Dus hoe staat het met de privacy? In principe, als mensen een ontheffing daarvoor hebben, bewoners bijvoorbeeld, dan wordt dat gecheckt in de computer. Wordt direct de foto wordt vernietigd als het een bewoner is. Of iemand anders, de hulpdienst, die mogen daar gewoon natuurlijk komen. Iedereen die er niet komt, dat blijft bewaard. Daar gaat vervolgens een BOA, die moet daar naar kijken binnen 72 uur. Ziet hij dat de foto niet overeenkomt met bijvoorbeeld degene wat geregistreerd is, dan kan hij het aanpassen. En het is onterecht is, wordt de foto ook weer vernietigd. Daarna gaat de foto naar CIEB, in Kassenhoofdzijbureau, zeg maar, die de proces verbalen vanuit het ministerie doen. En daar wordt informatie verder bewaard en daar kan verder niemand bij. Hoe was de reactie van de bewoners?
Het was vanavond, ik vond zelf een positieve avond. We hebben ook met name ook gevraagd van hoe staat u als bewoner van de straat, hoe staat u hier tegenover? We hadden een voorstel gedaan en daar is goede input op gekomen. Verbeter voorstellen, kijk ernaar en dat gaan we doen. Er zijn ideeën gelanceerd vanuit de gemeente. En van de bewoners die konden dan vanavond zelf ook hun bezwaren, ideeën, dergelijke aanreiken. En daar is wel gretig gebruik van gemaakt. De gemeente heeft natuurlijk ook toegelicht van, het ging vooral om de overlast. Maar hoe kunnen we dat regelen met camera's? De hele straat was bijna afwezig. Dus er was al door de gemeente aangegeven van nou één persoon per adres. Van anders dan krijgen we natuurlijk met de corona regels weer te maken. Maar het was heel goed bezet en het werd ook goed meegedaan. Dus wat dat betreft, heel positief. En komt er nog een gevolg op? De wethouder heeft ons uitgenodigd om wat meer nog met elkaar erover, van straatbewoners dan, met elkaar te praten. Van hoe kunnen we met elkaar eens worden over hoe we het willen hebben eigenlijk. Dus dat is heel positief. En dat komt dan 4 november is er opnieuw een zitting dan, ja. Waar dan op een gegeven moment de ideeën nog eens weer uitgewisseld worden en eventueel nog correcties of ja, hoe je het wilt noemen, worden aangereikt. Als we het over helden hebben, aan wie denk je dan? Want er zijn mensen die bijvoorbeeld denken, oh, Rai Vloed, want die had afgelopen zondag de winnende treffer in de laatste minuut van de wedstrijd tegen AZ. Denk je ook wel eens over die helden die meer dan 75 jaar geleden, hè, toen het oorlog was, die mensen die toen opstonden tegen de bezetter? Ook over oorlog in het klein. Het beste van een jongen met rood haar en van een stotteraar. Er was ook een Joods meisje in mijn klas, die wat bijzonder was, maar die we gelukkig niet hebben gepest. Haar naam staat in de lange lijst van slachtoffers op de Joodse begraafplaats in de Bollestraat. Ze is vergast in een Duits concentratiekamp. We hebben zojuist met de lokale burgemeester en de kinderen van de school hier, van klas groep 5, hebben wij de onthulling gedaan. En we hebben speciaal gekozen eigenlijk voor deze buurt, omdat dit de verzetsheldenbuurt is. Dus alle straatnamen zijn hier vernoemd naar verzetshelden uit Almelo. En omdat het een vredesboom is, dachten we van nou, dan is dit een hele mooie plek daarvoor. Ook omdat het zo mooi gerenoveerd is. En in 2019 zijn we hier al mee begonnen. Maar iedere keer werd het uitgesteld vanwege corona of omdat de kinderen er niet bij konden zijn. Dus we zijn heel erg blij dat we nu in de Vredesweek, het thema is inclusief samenleven, dat we hier dan toch deze boom kunnen onthullen. Mijn wens is dat de dieren en natuur nooit doodgaan. Ja. Ik wens dat de oorlog, dat er geen oorlog komt. Heel goed. We hebben gewoon gekozen voor een mooie boom die ook een beetje uit gaat groeien over de vijver heen. En daar hebben we eigenlijk voor gekozen. En die ook past in het landschap. Oh, jongen! Oh my god! Oh, ik heb gewoon een
Ja, moeten er volgens u nieuwe verkiezingen komen? Ik vind van wel dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Want zoals nu de toestand gaande is, komen ze er toch niet uit. Dus ik vind gewoon dat het volk weer opnieuw moet gaan stemmen. Nee, absoluut niet. U bent heel resoluut. Ja, ik denk dat het een heel slechte zaak voor Nederland is. En waarom is dat een slechte zaak voor Nederland? Nou, omdat het dan heel lang duurt voordat we dan een regering krijgen. Dus dat is, lijkt me niet goed. Ja, die moeten er komen. En waarom? Omdat er nogal het een en ander mis is in Den Haag. Als je gisteren even de algemene beschouwing hebt gevolgd, dan als je dan kijkt hoe ze met de koopkracht omgaan, met name voor vorig jaar hebben ze een aantal partijen hebben beloofd om die 14 euro per uur, het minimumloon zou omhoog worden met 14 euro naar 14 euro. Die hebben ze dus ook niet gedaan. Met name CDA heeft toen gezegd, we doen het niet. Hè? Maar je ziet ook de ontwikkelingen die er nu zijn. En als je daar naar gisteren kijkt, het is gewoon een blamage. Dan zal ik u zeggen, dat is een hele makkelijke vraag, maar een heel moeilijk antwoord. En wat is het moeilijke? Het moeilijke is dat ze nu zo in een impasse zitten. Op deze manier gaan ze er niet uitkomen. En ik had eerlijk gezegd gedacht dat ze over hun eigen schaduw zouden stappen en toch zaken konden doen. Maar als ze zo doorgaan, ja, dan denk ik dat er toch nieuwe verkiezingen aan moeten komen. Ja. Ja, dat vind ik wel belangrijk, nieuwe verkiezingen komen. En kun je aangeven waarom je dat vindt? Ja, de kabinet vindt wel, ik vind het wel handig om wel betere verkiezingen te komen dan Nederland, wat er nu is. Dat denk ik wel. Ik denk dat het nieuwe zorgstelsel, hoe het nu gaat met betrekking tot corona, dat het beter kan. Als je kijkt naar wat ze allemaal inhouden, nou ben ik niet anti-corona of een corona-wappie. Maar als je kijkt dat bepaalde dingen weer open gaan en bepaalde dingen dat ze sluiten qua horeca, dan denk ik van, dan moet je één lijn trekken, denk ik. Het duurt nu al een half jaar. Een half jaar, ja. Dat is toch knap lang, vind ik. En ze zijn er nog niet uit. En ze blijven bezig. Dus, maar ik vind ook dat er te veel partijen binnen om op te stemmen. En dat moeten ze ook ingekomen. Maar het duurt nu al een half jaar, hè, dat nou, formeren. Ik vind het schandalig. Ik snap niet dat ze nu even gewoon kunnen zeggen, nu gaan we een nieuwe regering vormen. Dat begrijp ik niet. Maar waarom zou dat liggen volgens u dat het allemaal zo lang duurt? Onwil. Iedereen wil zijn zin hebben. Niemand beweegt. Nou, ik denk dat ze allemaal heel eigenwijs zijn en allemaal heel erg vasthouden aan hun eigen principes en te veel aan zichzelf denken en te weinig aan wat ons land nodig heeft. Echt aan ons land belang. Maar zou een andere of een nieuwe regering het heel anders doen? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet zeggen. Daar heb ik geen zicht op. Maar het moet wel anders hoe het nu gaat in ieder geval. Dat vind ik ook. Ja, maar er zijn ook belangrijke zaken. Kijk naar de huurderskwestie op dit moment, met de woningen. Maar kijk ook naar het ouderenbeleid. En, ja, daar ben ik zelf dan ook onderdeel van. Daar gaat het verder niet om. Maar als je daar ook allemaal naar kijkt, dan denk ik dat het toch nodig is dat er toch een sterk kabinet zou komen die iedereen vertegenwoordigt en niet alleen een bepaalde groep. En dat is het probleem op dit moment. Maar dat gaat gebeuren. Ik heb net naar de beschouwing zitten kijken. Het gaat wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren. Jawel. Denkt u dat nieuwe verkiezingen, dat ze helpen? Ik verwacht het niet. Maar ik denk als je minder mensen hebt of minder partijen hebt om te stemmen, dat de verkiezingsuitslag toch wat anders is en dat je makkelijker partijen kunt vormen. Denkt u dat dat vertrouwen weer hersteld kan worden bij de Nederlandse bevolking? Nou, dat denk ik wel, want soms zie je dat er hele erge dingen gebeuren, ook binnen de politiek. En een half jaar later staan ze gewoon weer met dezelfde tronie voor de camera of zitten ze weer in het plus. Als daar een beetje tijd overheen gaat, denk ik dat dat wel weer goed komt. Dat hoop ik. Daar lijkt het op. Dat wat is er dan volgens u veranderd in een half jaar? Nou, omdat er bepaalde dingen, moties in de Kamer zijn of worden ingediend, waar toch verschillende partijen mee eens zijn. Dus dan er komt toch een beetje beweging. Iedereen is gehecht aan zijn zeteltje in de Tweede Kamer. Dat is nou net. Hoe bereiken we nou minder partijen in diezelfde Tweede Kamer?
Ja, dan moeten ze die eenmanspartijtjes die moeten ze af gaan schaffen. En wie moet ze dan afschaffen? Ja, de eenmanspartijtjes, maar ja, ik kan zo geen namen noemen, zo gauw 1, 2, 3. Die kunnen zichzelf het beste opheffen? Ja, vind ik van wel. Want één stem ergens in een hoekje, dat heeft volgens mij ook geen nut, want die hoor je toch niet. Maar denkt u dat er witte rook uit de schoorsteen komt? En daar bedoel ik mee dat er een kabinet komt, een nieuw? Ja, dat mag wel een keer mag kopen. Het duurt al te lang. Zou het volgens u helpen bij de formatie dat de huidige hoofdpersonen allemaal vervangen worden? Ja. Ja. Hoofdpersonen in de zin van, ik denk dat, nou ja, misschien mag ik het niet hardop zeggen, maar Rutte heeft zich compleet ongeloofwaardig gemaakt. Met name de manier waarop met die toeslagaffaire is omgegaan. En toch heeft hij een heleboel stemmen, nog steeds. Ja, begrijp je dat niet, hè? Nee, begrijpt u het? Nee, ik begrijp er niets van. En als er een ander kabinet komt, dan worden er ook andere coronamaatregelen getroffen. Ja. Daar ben je van overtuigd? Ja. Dus wat jou betreft mogen en moeten er nieuwe verkiezingen komen? Ja. Want als er weer dezelfde poppetjes op dezelfde plaatsen komen, dan vrees ik het ergste. Ja, dus moeten we polderen. Het is niet anders. Gezond verstand. Dus als ik u goed beluister, blijft Nederland een polderland? Nederland blijft een polderland. Ja. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten van de horeca, bioscoop en evenementen is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen, ook als je nog niet gevaccineerd bent. Toon je QR-code in de corona-check-app of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt.